staat er dan. Nee, jongens, laten we even lekker gezellig gaan praten over wat zij aan het doen is, want ze hoort ons toch niet. Kamer bij mijn mic, ja. Het is een echo woord. Ja. Alsof iedereen gewoon, zeg maar, in vertraging. Nou, dit is ons scholenproject. En hiermee proberen we de kinderen enigszins bij te brengen wat het is om een rond te moeten, te moeten leven met een handicap. En dat wordt hier nu op een speelse manier gedaan, zodat als je op straat iemand tegenkomt, er niet meer zo heel vreemd tegenaan kijkt. Ja, dat ze ook respect hebben voor mensen die een handicap hebben en weten dan wat voor moeilijkheden er zijn. Inderdaad, we zien dat het soms niet eens heel eenvoudig is, alleen... Ja, het wordt een stuk prettiger dan, ook voor de gehandicapten en voor de kinderen die niet tegen onverwachte situaties aanlopen, denk ik. Wat voor handicaps worden hier geoefend dan wel in de praktijk gebracht? Hier zijn we voornamelijk bezig met voor de blinden het voelen, puzzeltjes leggen met vormen. Eerst aftasten dan en dan proberen de juiste vorm te vinden, zogezegd. Juist, eerst aftasten en die vorm erin. Later wordt het nog ietsjes moeilijker gemaakt door met puntjes en bolletjes en verdiepingen. Ja. En tot het echt heel fijn gevoelig is. Een stukje later komt ook nog weer het brailleverhaal aan bod. Ja. Dat is toch zeker voor mensen met een zichthandicap heel belangrijk iets. Ja. En kunnen de kinderen toch ervaren totdat best wel gecompliceerd in elkaar zit. Ja, klopt. En ik zag inderdaad ook dat ze aan het oefenen waren met spullen in te pakken, maar dan gebruik maken van één hand. Ja, ook als je beperkt hebt. En ja, er zijn nogal veel mensen die een armfunctie bijvoorbeeld missen. Hoe ga je er dan mee om als je een cadeautje moet inpakken? En ja, nou, we hebben hier een, dacht ik, een leuke manier gevonden om te laten zien wat het is om zo'n beperking te hebben. Dan heb ik ook nog begrepen dat iets met gehoor gedaan werd? Ja, dat wordt er ook. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gehoorproblemen hebben, die dus niet altijd verstaan als iemand wat tegen ze zegt. Ja. En dat wordt hier uitgelegd. Ook wordt er uitgelegd op een wat begrijpelijkere manier. Ja. Hoe dat komt. En er wordt ook een kleine demonstratie gegeven met gehoorapparaten, omdat sommige mensen die gewoon nodig hebben. Een van de onderdelen is het watergevallen, heb ik begrepen. Want jullie wilden nog wat gaan doen met rolstoelen. Ja, inderdaad. We hebben ook een aanhanger altijd bij ons vol met rolstoelen, hindernissen. En dat, normaal gesproken is dat eigenlijk een heel leuk onderdeel. Daar gaat de jeugd de rolstoel in. Hindernisparcours afleggen om te laten zien van het is niet zo eenvoudig om met een rolstoel even vlug uit de voeten te kunnen. En helaas, het regende. Dus we moesten dat jammer genoeg aflasten omdat het te gevaarlijk zou worden. Wegen gladdigheid en dat soort zaken. We hebben allerlei hindernissen die worden te glad met dit. En dat is niet de bedoeling. Dit project loopt dus ook al jaren en we hopen er nog jaren mee door te kunnen gaan. Okay. Hey, mevrouw van der Meijs, ik zag het u net met een gehoortoestel op. Bent u ook naar beter horen geweest? Nou, het is nog niet nodig, maar het is natuurlijk wel goed om te ervaren hoe het is om een hoortoestel in te hebben. Okay, en hoe was die ervaring? Nou, ik krijg wel bewondering voor mensen met een hoortoestel. Ik snap nu waarom mijn vader hem nooit in wilde. Okay, vandaar. Hier op de basisschool, Anne Frankschool, is de gehandicaptenraad bezig. U bent ook uitgenodigd. Wat is uw functie hier? Gewoon meelopen. Samen met de kinderburgemeesters en de zuster ook. Ik loop met een groep mee en hij ook. En ook al om te laten zien dat het gewoon heel erg belangrijk is dat kinderen zich beseffen dat er ook mensen zijn met een beperking. En ja, dat je daar ook rekening mee moet houden in je leven en in je omgeving. Ik hoorde van de week Otwin inderdaad praten over het VN-verdrag, hè, en de integratie van gehandicapten in de samenleving. Doesburg heeft bijna 1500 gehandicapten, als je het zo mag zien in de verhoudingen. Maar wat doet de gemeente in dit kader?
Wij houden er natuurlijk wel rekening mee. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld openbare ruimte gaat inrichten of vernieuwen, dan vraag je het advies. En dan zijn er ook wel richtlijnen die je moet volgen. We zouden denk ik nog wel wat meer rekening mee kunnen houden. Daarom zijn we ook zo blij met zo'n actieve gehandicaptenraad hier in Doesburg, die ons echt wel bij de les houdt. En dat is ook hartstikke mooi. En ook intern hebben wij ook mensen met een beperking die gewoon bij ons werken. Ja, okay. Maar voorlopig voor u nog geen gehoorapparaat? Nee, nog niet. Ja, volgens mijn kinderen hoor ik niet altijd even goed, maar ik wilde het ook niet altijd horen. Dus, nee, dat noemen ze ook steeds doof. Doof, ja, 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 ja. Misschien wordt het nieuw woord, Doesburgersdoof. Doesburgersdoof. Nou ja, we hebben hier wel een van de grootste leveranciers voor hoorspecialisten. Amphilon inderdaad. Ja, dus zou zomaar kunnen. Dank u wel. Graag gedaan.